Hey mensen, welkom bij Tamas Speelt. Ik ben Tamas, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Welkom terug bij Farming Sim. In de vorige video hebben we ons katoen geoost. En we hebben onze bieten gerooid voor suiker. Maar we hebben natuurlijk ook in een video volgens mij daarvoor, niet wel ergens daarvoor, hebben we natuurlijk tarwe geplant, gezaaid. En nu zit er onkruid in. Dus wat we moeten doen is het onkruid schoffelen. En we moeten het nog een keer bemesten. En als dat zo is, moeten we langzamerhand gaan we nu opsparen om melk nu naar onze bakkerij te brengen. Om suiker van de suikerbieten, dat is net gebeurd, dus nog steeds oktober in-game. Dus als we dan genoeg suiker hebben, kan de suiker kan ook naar onze bakkerij toe. En dan kunnen we langzamerhand kunnen we taarten gaan maken. Maar dat is natuurlijk ons eindgoal. We gaan eens even deze prachtige schoffel gaan we eens even uitklappen. Daar gaan we. Kijk eens. Dingetje hoor. Want het enige wat we nu nog gewoon moeten doen is dingen zijn in productie of we moeten gewoon onze dingen bijhouden. Dat is het enige wat we nu te doen hebben. En voor de rest, kijk eens wat mooi. Is het nu gewoon een kwestie van ons werk doen. Zorgen dat we een goede tarweoogst krijgen. Om meer meel te hebben. Meer meel betekent meer taarten. Meer taarten betekent meer winst. Meer geld aan het einde van de dag. En dat is waar we het voor doen. Dus daar gaan we. We zullen proberen dit zo goed mogelijk allemaal te doen. Nou, gaat super. Dit is toch echt wel een hele fijne schoffel. Dit is, ik pak hem er even voor jullie bij, want ik weet het niet meer uit mijn hoofd. Is, even kijken, ik druk op de verkeerde knop. Dit is mijn, even kijken. Dit is de Horse Transformer 12VF. En die is, even kijken, 12 meter lang. En dat is toch wel een erg fijn dingetje. Om onkruid mee te wieden. Het is een schoffel, dus het zorgt ervoor dat alle medium grote en kleine onkruid gewoon eruit geschoffeld wordt. Kijk eens wat mooi. Dat gaat echt super. Nou goed, ik heb twee velden te doen. Ik heb dit veld te doen en ik heb ook dat veld daar te doen. Dus dat gaan we doen. En daarna moeten we de kunstmest strooien pakken. Want ik heb niet genoeg drijfmest op dit moment om dit met de gietank te doen. Dus dat doen we een andere keer. Goed, ik ga even alles afmaken. Ik zie jullie zo.
Goed, daar zijn we dan, het laatste lijntje. En dan is al ons onkruid weer uit ons tarweveld. Moet je toch eens kijken hoe mooi. En dat met deze prachtige schoffel. Dat gaat echt super mooi. Niet heel erg lang over hoeven doen. En dan gaan we hier zo meteen overheen bemesten. En dan krijgen we hopelijk een goede tarweoogst voor veel meel. Dat zou heel erg mooi zijn. En dan kunnen we hopelijk straks taarten gaan maken. Ik ben zo benieuwd wat die gaan opleveren. Hoeveel geld gaan we verdienen? En kunnen we dan de boerderij morgen uitbreiden? Want we hebben voor de rest is alles gemaximaliseerd. Bij de bakkerij zit er vol met aardbeien. Meel al voor een gedeelte. Boter hebben ze al. Allemaal dat soort dingen. Dus ja, ik ben erg benieuwd wat onze opbrengst zal zijn. Daar gaan we. En dit zit er ook weer op. Goed, dan ga ik de kunstmeststrooier pakken. En dan zie ik jullie zo. Welkom terug. We hebben de kunstmeststrooier. Dus, we zetten deze bad boy aan. Kom op, go. Gras, rubber wil ik ruiken. En daar gaan we. Laatste stukje wat nog even moet gebeuren. Is onze bemesting regelen. En als we dat hebben gedaan. Dan hoop ik dat we een mooie tarweoogst hebben. Kijk eens. Nou goed, ik ga dit nog even doen. Dit zal niet te lang duren. En dan ga ik alles bemesten. En dan zie ik jullie zo. Dan komen we hier bij het laatste lijntje alweer. En dan zit dit er alweer op. Ja, en voor de rest kunnen we op dit moment even weinig doen. Totdat alles is gegroeid en tot we alle producten hebben gemaakt. Als we eenmaal onze suiker hebben, dat is het laatste waar we wachten. Daar zijn we net mee begonnen. We hebben net de suikerbietenoogst in de suikerfabriek gegooid. Dus als we dat suiker hebben en we hebben het meel verwerkt, dan gaat het echt beginnen. En dan is het gewoon afwachten totdat we alles hebben. Totdat de producten zijn gemaakt. En dan kan de verkoop beginnen. Dus daar heb ik heel veel zin in. Maar dat zal wat maandjes vooruitspoelen zijn. Dat gaan we niet meer doen in deze video. Ik ga er langzamerhand off-camera naartoe werken. En dan wanneer het moment daar is, dan gaan we dat zeker opnemen. Goed, ik weet dat dit een hele simpele video was. Maar ik hoop toch dat jullie het leuk vinden. We blijven doorgaan met dit project. Excuses dat het zo lang geleden is dat ik een Farming Sim video heb geloot. Hopelijk vonden jullie dit toch een leuke video. Als het zo is, geef het een blauwe duim omhoog. Vind je het leuk wat ik probeer te doen op dit kanaal, dan overweeg je om je te abonneren. Ik ga er even tussen, mensen. Later eens.